dan nou? Welkom in de feestnet, doe maar lekker waf. Het is jammer van de zolder, maar het dak daar gaat eraf. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. We lopen naar de winkel. We gaan daar even wat te drinken halen, want het is carnaval. Zoals je kan zien. Ja. Ik ben verkleed als mezelf, dat is wel erg zat. Vanavond ga ik ook gewoon filmen. Dus hier deze zombie, wat ben je? Nee, niet zombie. En ja, eigenlijk wel. Ongeveer een Engels skelet, ik weet niet. Het is wel een gaaf outfit, die heb je nog niet gehad, hè? Nee. We nou even onderweg naar de Jumbo. Gaan wij drinken halen voor vanavond. En dan kunnen we lekker gaan indrinken. Yes. Tot dan. We zijn bij de supermarkt geweest. Er gebeurde wat heel erg ongemakkelijks. Vertel jij het verhaal? Nou, Rianne kwam aan de kassa. Ze had haar legitimatie, maar ze vonden haar niet lijken. Op haar ID-kaart? Op haar ID-kaart. Dat is gewoon van een paar jaar geleden. Ik heb mijn haar geverfd en ik heb nu iets meer make-up. Dus ze zei, ik vind je echt niet op lijken en zo. Rianne zo heel serieus. Ik zei, ja, ik ben het wel. Maar er zijn genoeg mensen die dat wel doen. Dus weet je wat ik toen deed? Dus ik deed mijn haar achter mijn oor, omdat dat ook op de ID-kaart was. Toen vonden ze het wel. Toen zei ze, oh ja, je lijkt er inderdaad op. Toen in één keer wel, ja. Mijn broertje die werkt bij de Jumbo en die heeft al heel vaak gehad dat hij gewoon mensen geen alcohol mee laten geven. Echt? Ja, daar heeft hij gewoon ruzie mee gehad. Een discussie, maar het was meer andere mensen die echt discussie en ruzie kunnen maken. Dus we hebben een aantal dingen. Vijf vlugeltjes. Twee vlugelpakketjes. En ik heb hier van alles in zitten. Bijvoorbeeld, ik heb Safari gehaald. Deze ga ik in mijn eentje opdrinken. En dan heb ik nog een ander fles. Frisdrank om het te kunnen mixen. Deze ga ik delen met nog een paar. Ik kan sowieso één fles voor mezelf. Wij zitten hier zo. Heel gezellig. Heel gezellig. Hoi. Hey. Ja. Ik ben verkleed als mezelf. Rietje, wat heb je te zeggen? Ik heb niks te zeggen. Nee? Niet inzoomen. Nee? Ja, ogen hangen bijna. Ik ben carnaval vieren en ik ben eigenlijk als met mezelf verkleed. En ik heb een gehaald. Alweer. Wij zitten nu in de frietent. We zijn aan het wachten. Hier daar mensen. Ik heb een frikandel besteld. Toen kwam ik hem. Frietje met. Een frietje met besteld. Ik weet niet wat hun hier aan het doen zijn. Maar dat is wat wij niet willen weten. We hadden alle twee honger. Ja. Toch? Ja, en we gaan zo meteen weer naar het kleine Udenhout. Dus zullen we daar verder filmen? Ja, is goed. Oké, dat zullen we. Ik ga maar even vaststellen. Dus jullie daar. En wij filmen daar verder. We gaan nou eerst een frikandel in een frietje eten. Tot zo. Oh, hey, dankjewel. Ik had toch een broodje frikandel? Je had een frikandel tegen mij gezegd, lieve schat. Oh. Ik had een nieuw broodje. Huh? Je hebt geen broodje. Dat is een frikandel. Wat heb jij, Tjut? Frietje mayo. Hij had de verkeerde bestelling voor mij geplaatst. Hou je bek, je moet dan gewoon goed zeggen. Dus, heb ik nou een frikandel broodje speciaal moeten bestellen? Oké, je moet dit echt niet gaan plaatsen. Even stil. Tjus wil iets zeggen. Hoi. Wat moet ik? Deze video niet plaatsen, want Rianne van Giersberg is hier helemaal latje kam. Oftewel bronken. Ik krijg heus al views hoor. Waar zijn jullie bang? Rianne, beter ga je niet plaatsen. Niet tjirt of toch wel? Oké, link in de bio. Link in de bio. Niet of tjirt toch wel? Proost hè? Niet, we gaan naar de rest. Als ik bij de rest ben, dan ga ik filmen. Of wacht hoor. Oh. Geert, kijk maar. Tot zo. Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit zijn bol. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold. Allemaal van links naar rechts, de